Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij Modded Ark Survival Plus. Oh yes, dames en heren, we zijn er weer en we gaan er weer tegenaan. We hebben afgelopen zondag een hele leuke stream gedaan en daar hebben wij Equest gebreed. En dat duurt lang. Wel ligt er een super gave functionaliteit binnen deze mod en dat heet Start Mating. Dat gaan we nou niet doen, want zoals ik zei, dat duurt super lang. Ook hebben wij een Pegomastix getemd. Daar wil ik zo meteen nog even wat mee proberen, dus die nemen we even mee. Ook hebben wij dodo's getemd. Yup, dodo's, dodo. En we hebben Ichthyornis, die hebben we niet getemd, die hebben we geclaimd. Die konden we claimen, dus dat hebben we gedaan. We hebben een manneke en een vrouwke. En dat mannetje, dat heeft brainworms. En die vliegt daar nu inmiddels dus al 2 dagen rond. Ook hebben wij Bert het hert, Rudolf en Mirinde getemd hier. Rudolf en Mirinde, dat zijn onze nieuwe herten. Krijg jij er nou weer plant parts bij? Hoe kun je er nou weer plant parts bij krijgen? Krijg je dat er dan uit de feeding trough? Misschien had ze honger en kreeg ze een beetje plant parts. Alleen de plant parts die spoilde onmiddellijk. Dit zijn onze breeder requests, die hadden we de vorige keer al gedaan. Alle dino's die staan hier nou een beetje. En deze poepfabrieken die werken uitermate goed. Ik heb na de stream heb ik nog gauw even een compost binnen gemaakt. En dat gauw even is een leugen. Want het is een ramp. Hier, ik zal het jullie laten zien. We hebben hier in onze farming station. Hier hebben wij dan die compost bin. Voor een compost bin zijn we nodig 10 bark, geen probleem. En 1 storage box. Ik ben een carpenter, is geen probleem toch? Een storage box? Nope, een storage box is geen probleem. Alleen daar zijn wij dan voor nodig, storage box. Zijn wij voor nodig metal hinges en metal nails. En lumber. Lumber, metal hinges en metal nails. Dus dat zou je zeggen, dat is geen probleem, want je bent de blacksmith, dus dat kun je ook maken. Dat heb je dan wel weer een beetje gelijk in. Oh, niet hier. Dan maken we dus niet hierin. Dat zal dat hier wel in zijn. In deze anvil, in die anvil ben ik erachter gekomen, mensen. De sturdy ingot is gewoon een stevigere ingot. Dus dat houdt in iron of brons. Want koper en tin is te zacht. Maar koper en tin gecombineerd voor het brons. En dat is weer een harde metaal. Ook dat is in het echte leven waar. Maar hier kunnen wij dus metal nails maken. Nee, geen metal support beams. Maar wel metal nails. Daar ben ik nog 10 van nodig voor nog een storage kist. En metal hinges. Dus die kunnen we hier maken. Om dit te kunnen maken zijn wij nodig een Blacksmith's Hammer. Die Blacksmith's Hammer hebben we ook gemaakt in de stream. Dus wil je alles maar helemaal precies accuraat zien, kijk dan even de stream. Dit hebben we dus nog gedaan in de stream. Die moesten we smelten in een mold. Dan konden wij die Blacksmith's Hammer maken. Daardoor konden wij dit gebruiken. Ook jullie zien hier al wat dingen. Net wil ik nog gaan proberen. Maar goed. Magisch wiel. Oh mijn god. Magisch wiel. Magisch wiel. Nee, genoeg. Maar goed, hier moesten wij dus een hammer voor maken. En dan denk je, daar heb ik de metal hinges niet gepakt. Waarom heb ik de metal hinges niet gepakt? Ik heb hier toch ook net metal hinges, of heb ik die niet aangezet te maken? Je wilt toch? No idea, zijn die hierin gegaan? Goed, we hebben wat metal hinges over. Volgens mij waren die niet eens nodig. Waarom die dan in die folder zijn gegaan, ik heb geen flauw idee. Dus toen hadden we metal nails en metal hinges en dan konden wij hier een storage box maken. Denk je? Nee, want wij moesten hier nog lumber maken. En om lumber te kunnen maken, ben je nodig een metal saw. Dus dan moesten we weer terug hierheen. Want hier kunnen wij een saw blade maken. Ik maak er gewoon meteen nog één. En vervolgens moeten wij die saw blade moeten wij dan hier maken tot een saw. Maar dan hebben we alleen maar een metal saw blade. Dan moeten we ook nog een tool handle. Crap, je bent langzaam. Maar goed, het geeft ons de tijd om hierheen te rennen. Dus hier moeten wij vervolgens nog weer een tool handle maken. Zoals deze. Tall bar stoel. Short. Oh mijn god, kunnen we een bar stoel maken hier? Waarom is mij dat niet eerder opgevallen? Oké, we hebben een bar druk. Wacht even. Vertel me dat ik erop kan zitten. Wauw. Oké. Dit is super vet. Alleen moeten we hem heel even anders plaatsen. Holy damn, ik ben niet snel afgeleid. Maar als we hem dan dus zo plaatsen. Zo. En zo. Dan plaatsen we hem zo. Ja. Zullen we er nu op gaan zitten? Oh,
Oké, nee, deze is te hoog. Deze is te hoog voor hier. Wacht even. Deze is te hoog voor hier. Afgeleid. Maakt niet uit, jongens. Waar waren we hier dan nog voor nodig? 20 landbouw en nog weer 10 nails. Oh, crap. Dan kunnen we onze storage box niet meer maken. Pick up. Maar goed, lumber kunnen we in ieder geval wel maken, dus laten we daar dan nog... Oh, maar 14 nog maar erbij. Oké, zijn we een beetje hout nodig. Gelukkig hebben we het hout hier ook dichtbij liggen. Dat is een beetje de reden waarom of dat ik alles een beetje hier zo neer heb gezet. Want je bent dit toch consequent allemaal wat bij elkaar nodig. Ik kan wel gewoon all doen. Dus nou gaat hij als goed is lumber maken. Lumber maken, dat duurt ook ongelooflijk lang. Maar gelukkig is inmiddels onze sawblade is klaar. Dus dan doen we onze sawblade en onze toolhandle hierin en dan kunnen we een zaag maken. Ik weet eigenlijk niet, ik heb niet getest of we die zaag ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Required to craft firewood and planks. Ik weet eigenlijk niet of we deze ook echt kunnen gebruiken om een boom om te hakken. Dus dat kunnen we wel heel even proberen. Volgens mij kunnen we hem niet equippen. Nee, oké, die kunnen we niet equippen, dus daar kunnen we hem ook niet voor gebruiken. Maar zodoende kun je dan dus dat alles moet je dus doen om enigszins een... freaking storage box te kunnen maken. Wat je normaal op level 10 unlocked of zo in Vanilla Ark. Wat wou ik hier nou nog weer doen? Oh nee, ik moet hier nog weer wat van die metal dingen maken. Die maakten we hierin. Want ik heb dat. Ik heb mijn metal nails gebruikt voor die barkruk te maken. Dus moeten we dat dan weer opnieuw maken? Oh my god. Dit is een rabbit hole waar we diep in zijn gedoken en waar we ook diep in blijven zitten. Oh, maar we hebben wel barkrukken gemaakt. Nou wil ik natuurlijk die lage barkruk maken. Laat die storage box maar zitten. Ik wil een gave barkruk. Oké, go. Barkruk. Oh ja, en die lumber. En hoeveel lumber heb je al gemaakt? Oh, wauw. Hier zit genoeg lumber in. Oké, nice. Volgens mij krijg ik 2 lumber per 1 craft. Dus dat is dan nog wel weer handig. Barkruk. We gaan die lagere barkruk maken. Want dan kunnen we daarop gaan zitten. Als we hier aan het hout hakken zijn. En dan moeten we even bijkomen. En dan kunnen we even lekker op onze kruk gaan zitten. We moeten wel weer heel even hierop staan. Zodat hij de goede kant op... opwijst en hij mocht ook een beetje dichterbij als die vorige. Ik denk. Perfect. Oké, deze werkt net andersom. Oké, deze barkruk die werkt dus net andersom als de andere barkruk. Weird, maar waar? Is niet anders. Plaats hem gewoon zo. Werkt hij dan nu goed? Oké. We gaan dit goed doen. Dit moet gewoon lukken. Hoe dan ook. Ik wil met mijn gezicht. Richting die workbench zitten. Jij, barkruk. Je steekt mij de gek aan. Ik wil gewoon met mijn gezicht richting die workbench zitten. Als ik zo ga staan en hem dan plaats, werkt het dan wel? Is er te weinig ruimte? Moet iets verder weg? Oh, succes! Oh, nou kunnen we niet goed in K-modus kijken. Ik wil net een klein beetje. We kijken alleen de verkeerde kant op. Nee. Kijk maar. Zit ik nou nog in K-modus? Wacht even, backspace. Oké, we zitten niet in K-modus. Nou zitten we in K-modus. Waarom ik zo opzij blijf kijken, ik heb geen idee. Oh mijn god, oh wow. Tricky screenshots dit. Maar het is uiteindelijk gelukt. Dus, we hebben nu een barkruk en een zaag. En dan zouden we een storage box en dus misschien een compost bin kunnen maken. En dat alles, holy damn, we hebben weer een level up. Dat vind ik dan wel lekker. We doen gewoon een beetje AP's erbij. Dus dat is wel lekker. Ook had ik toen ik de stream inlogde voor de stream te maken. Had ik een hele lading extra Engram Points gekregen. No idea why. Misschien wel omdat ik level 60 had behaald. Had ik die Engram Points hier beneden moeten gebruiken zeker. Nee, kijk. Ik ben nou Master Carpenter. Oh, yes. Wat goed. Dus Carpenter die heeft 3 tiers. Ik heb geen idee wat we erbij hebben gekregen. Waar is mijn Carpenter stable? Ik denk nog weer een hele lading houses. Mods. Action House, oké. Trade. Counters. Oh, wat gaaf. Covers. Oh wow. Oké. Nee. Dat is gaaf. Maar daar wou ik niet naar kijken. Props. Dit is ook nieuw. Een hammer rack. Oh wow, wat gaaf. We kunnen zoveel mooie. Oh, scaffolding is out. Dat hadden we al. Waar is mijn houses? Mijn structures. Oh, structures. Natuurlijk, eerst structures en dan houses. Ja, hier zijn ook nieuwe dingen bijgekomen. Cottage 4. A 3-story building, the second story has a large open area with a bedroom, third floor is open, the crate on the construction site indicates the position of the door. Stone bricks, dat klinkt als een mason. En ik weet ook niet waar we die tier 3, level 2 deed weg zouden moeten halen. En die zijn wij eigenlijk overal wat voor nodig. Want ik zou heel graag zo'n soort huis als dit bouwen, maar ik kan die deeds en die stone bricks, die kan ik dus zelf niet maken. Volgens mij ben ik voor die stone bricks weer nodig om een mason te zijn. Dus misschien moeten we... A very large 3-story building with 9 different units.
Oh mijn god, die zijn duur. Wel kunnen we hier nog een casibo maken. Een casibo is meer een soort lean-to. Meer alleen een open dak, zeg maar. Dus het is open. Het zou ideaal zijn om je dieren in te kunnen parkeren. Dus misschien is dat nog wel grappig om een keertje te bouwen. En de open-air market, die lijkt me ook wel heel grappig om te bouwen. Dus die zouden we dan wel weer kunnen doen. Want er zijn wooden stairs, wood support beams, wood fence, lumber en een bucket of plaster voor nodig. Die bucket of plaster is dan weer moeilijker, maar dat is een rabbit hole, mensen. Dat is gewoon een rabbit hole. In eerste instantie wil ik hier maken, want wij hebben hier spullen klaar liggen voor betere bronze tools. En we hebben hier zelfs een bronzen spear uit. En volgens mij moeten we die hierin gooien. En dan kunnen we dus van onze copper weapons af naar brons tools toe. Tools. Wat zijn we hier verder nog voor nodig? Hide strips en een tool handle. En hier ook. Hide strips en een tool handle. Oké, okay, tool handle, dat hebben we net gezien. Dat zou niet al te moeilijk mogen zijn. Toen werden we afgeleid. Ik denk dat... Nee, daar waren we niet naar onderweg. Oh, moeten we er misschien drie maken? Wat zijn we nodig voor die speer? Ik vergeet te kijken bij de speer. Weapons... Short? Nee. Misk? Nee. Ranged? Nee. Oké. Okay. Speer? Oké. Okay. Die maken we hier niet in. Maken we die hierin? Speer? Alleen de head? Waar maken we een speer in? Hier kunnen we een kapperspeer maken. Hoezo maken we hier... A spearhead made of bronze. Heet dat misschien een pike? Nee. Weapons, misk, nee. Oh, wat zijn we eigenlijk nodig voor een schaar? Metal knife blade, metal nails en twee tool handles. We zouden dus wel een schaar kunnen maken, want we kunnen hier natuurlijk gewoon wel metal blades maken. Staat het hierbij? Nee, ik vind nog wel dat sommige dingen die staan best wel raar, want hier bij tools, bij melee, daar staat de bronze pickaxe en de metal pickaxe en de metal axe, maar de bronze axe die staat daar weer niet bij, want die staat weer bij weapons en niet bij components, bij swords. Hier staat de axe, dus ik denk dat ze hier nog een beetje aan willen veranderen. Twee keer metal knife blade, ik heb niet goed gekeken naar hoeveel nails, maar die kunnen we ook wel even maken. Maak ik nog wel de goede metal nails en large metal nail. Oké, okay, volgens mij was het gewone metal nails. En de rest ben ik alweer vergeten. Waarschijnlijk ook tool handle of zoiets. Ik weet niet eens meer wat we gingen maken. Oh mijn god, wat ben ik een ramp, jongens. Wat ben ik een verschrikkelijke ramp. En dit alles past er niet allemaal in. Kan ik dat dragen? Oh mijn god, wat ben ik een beest. Laten we ook nog eens heel even kijken. Ik weet het niet meer. Waar vonden we die? Oh ja, een schaar gingen we maken. Twee tool handles en twee knife blades. Oh, die sterken niet natuurlijk. Oké, okay, die twee tool handles, drie tool handles, vier tool handles. Wat willen we dan met die spearhead kunnen doen? Ik heb eigenlijk geen idee. Moeten we misschien gewoon een basic spear maken en die upgraden met een spearhead? Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Oh, nou ben ik wel te dik. Really? Als we de hout dumpen dan nog steeds? Nee, dan niet meer. Nice. Hopelijk kunnen we dit dan tillen. Go, yep, lekker, lekker, lekker. Oh, we zijn een beetje te dik. Maar dat is geen probleem. Gaan we redden, gaan we gewoon redden. Oh, yes, hier gaan we. Lekker, lekker, lekker. Oké, okay. Tool handles, die waren we nodig. Misk. You need a blacksmith's toolkit to cross. Oh, really? Tools. Wat mis ik hiervoor? Oh, hide strips. Volgens mij hebben we nog wel wat hide strips. Ik ben nog steeds vrij aan de dikke kant eigenlijk. Maar het is minder fijn. Ik zou eigenlijk een extra storage box... Waar is mijn kettle? Waarom rende jij er niet meer op? Kijk eens even hoe gaaf dat dit eruit ziet. Ongelooflijk hoe vet of dat dit eruit ziet, mensen. En ook heb ik hier een hele lading gekookt vlees in zitten. Wat bestjes die zitten hierin. Want ik heb vaak problemen met carbohydrates om dat weer aan te vullen. Ik gooi mijn metal gewoon hierin. Dan kunnen we weer lopen. Hide strips waren we nog naar op zoek. Hide strips. Volgens mij moet dit genoeg zijn voor hide strips. Let's go, go, go. Oké, okay, een kleine onderbreking verder gaan we hier eindelijk doen wat of dat we wouden doen. Tools, een brons hatchet en een brons metal pick. Die gaan we dus maken. Vervolgens, om die schaar te kunnen maken, waren wij hier dus nodig die tools, blacksmith's toolkit. Voor die blacksmith's toolkit zijn wij
5 sturdy ingots nodig, dus er kan gewoon die bronze ingots. En 5 tool handles en 1 wooden toolbox. Die heb ik heel even gemaakt en dan gaan we maken. Blacksmith's toolkit. Dus daar zijn we weer een extra tool nodig om enigszins iets te kunnen craften hier in deze inventory. Volgens mij kan dat ook gewoon in die inventory, want ik weet niet hoe zwaar is die. Waarschijnlijk niet zwaar. Ik denk dat ik... Oh, hij is hier. Hij weegt 1 hele. Laten we hem maar gewoon hierin doen. En dan kunnen we naar weapons, misc en... You need a blacksmith's toolkist. Oké, hoe dan ook. Ik moet hem dus in mijn eigen inventory hebben. Anders werkt het dus niet. Maar daar gaan we. Dan hebben we dus een schaar, een hatchet en een pickaxe kunnen maken. En oh mijn god, mensen. Al dat werk alleen maar om een composting bin te maken. En een hatchet en een iets betere pickaxe. Die schaar... Can be respaired at the blacksmith's table. Let's go. Hebben wij al enigszins kapsels? Nope. Oké, never mind. In ieder geval kunnen wij ons haar wel even een beetje korter wieken. Ik weet niet, dat kale vind ik dan weer net helemaal niks. Dus dat doen we zo. En de facial hair, laten we dat gewoon weer even mooi kort doen. Iets langer misschien een beetje laten zitten. Ja, accept. Yep. Lekker, daar krijgen we ook weer human hair van. En ik denk dat het goed is. Ik denk dat we er goed aan doen om dat te doen. Laten we ook hier onze schaar in bewaren. Is mijn schaar kapot? Nee, oké, hier is mijn schaar. Geen probleem. En onze copper tools, ons haar kan hier uit. De rest van die junk laten we ook gewoon hierin liggen. Want ik ben eigenlijk dus nog op zoek naar limestone. Want om nog een tier hoger te kunnen qua keren en dat soort dingen. En ook kunnen wij, als het goed is, hier armor, metal, hier kunnen wij brons components maken voor armor. Dus dan kunnen we eigenlijk naar een iets betere armor toe. En volgens mij moeten we dat hier weer maken tot echte armor. En als wij alleen al kijken voor de brons armor piece, zijn wij 13 pieces van nodig om enigszins dit te kunnen maken. En linen shirt en linen string. Volgens mij zijn we daar weer de primitive loom voor nodig. Dus dat gaan we een andere keer naar kijken. Die is niet zo moeilijk te maken. Dus ik hoop dat we daar linen van kunnen maken. In ieder geval kunnen we daar wel burlap maken. Als het enigszins nodig is dat wij er een tailor, want volgens mij was dat ook... Ja, tailor is ook een profession. Dan hebben wij een probleem. Misschien voeg ik mezelf wel alle armor toe en gaan we dan kijken... Of alle professions toe en gaan we dan kijken hoe dat alles werkt. Maar eerst wil ik erop uit, want wij zijn dus op zoek naar quicklime. Wat ben jij? Een manneke? Jij bent een manneke. En jij bent een vrouw. Oké, nemen we jou mee. En dan doen we jou op follow. En dan gaan wij erop uit, mensen. Dan gaan we eens heel even kijken. Oh, moeten we bestjes mee. Ik heb nog weer op een andere plek een mesopithecus zien spawnen. Misschien iets rustiger als dat wij normaal waren. Oh, crap. Ik moet ook nog iets van een raft maken. Want om hier enigszins weg te kunnen, dan zijn we een raft nodig. Oh, damn. Dat moet ik eerst even doen. BRB's, peeps. Dames en heren, ik kom jullie eens even erbij halen. Ik wou jullie er eigenlijk al bij halen, maar toen schrok ik mij helemaal kapot. Even ga ik op de opnameknop drukken, want hier uit Breeder kwam een baby Equest. Ik denk dat Jules een Equest aan de Breeder was. En zoals jullie zien, deze Equest die heeft standaard deze kleuren. En eigenlijk heeft hij niet zo heel veel weg van de andere paden. Oh, ik denk dat we weer dorstig zijn. Alleen lijkt hij heel veel op die van Ancolius. Maar ik zal jullie heel eerlijk vertellen. De 3 baby's die wij tijdens de stream hebben gebreed, die zagen er precies net zo uit. En nu moeten we heel even kijken. Want volgens mij is dit een van de baby's. Ja, dit is een van de baby's. Die is donkergrijs geworden. En de andere 2 die staan al klaar bij de poort. Want ja, we zouden op reis. Dus dat zouden we even gaan doen. Maar zoals jullie zien is er toch absoluut wel een verschil in. Alle baby EQS. Dus ik ga er haast vanuit dat alle baby's er exact hetzelfde uitzien. En dat ze dan dus later pas de kleuren krijgen. Wat ik een super gave mechanic vind. En ik heb hier nou best wel een tijdje rondgerend. En dat is ook een van de redenen waarom ik jullie er eigenlijk weer bij wil halen. Want niet vanwege de fertilizer. We hebben ongelooflijk veel fertilizer op het moment. En misschien wel te veel, misschien niet. Maar fertilizer weegt niks, vergaat niet. Dus dat kunnen we makkelijk meenemen. Misschien valt het jullie al wel een klein beetje op. Dat ik, oh wauw, we hebben al 45 fertilizer. Oké, ja. Ik loop niet zo heel erg snel en ik zal je laten zien waarom. Als je kijkt rechts onderin, naast mijn health, zien jullie nou een oogje staan. Ook dat ik low on carbohydrates ben, maar ik ben ook exhaustion. En exhaustion houdt in dat ik moe ben. Dus ik ben 67% moe en volgens mij houdt dat gewoon in dat je stamina, of nee, mijn stamina is niet lager.
Mijn movement speed is niet daadwerkelijk lager, maar ik beweeg wel een klein beetje langzaam. Maar ik beweeg ook alsof ik wat te dik ben. Ik ben ook een beetje aan de dikke kant. Ik heb geen idee waarom. Oh, omdat die Raft 85 weegt. Oké, dat is geen probleem. Maar als het goed is, kan ik hier nou... Oh, niet. Ik zou nou moeten kunnen slapen op het bed. Is er nog iets, een ander soort bed wat ik dan moet maken? Nee, touchpad. Hierin. Bed. Ah, ik denk dan dat we eerst dit bed moeten maken. Maar dan moet een tailor bedding en pillows maken voor ons. Dus we kunnen helemaal niet rusten. Ik denk dat dat nog wel een issue kan gaan worden. Want volgens mij, al ga ik dood, dan is die debuff nog niet weg. Maar ik ga eens even samen met onze twee paarden. Gaan we eens even naar het strand toe. Ik heb een raft gemaakt, een primitive raft. Want de andere rafts kan ik niet maken, want dan zijn we sale nodig van de tailor. Anders had ik wel een hoger tier raft gemaakt. Maar dat is op het moment dus nog niet mogelijk. En dan gaan we eens even wat meer richting het gebiedje waar ik in mijn vanilla server bij woon. Want daar zag ik vandaag ook een Mesopithecus lopen. Dus die gaan we dan eens heel even ophalen. En ik heb een Pegomastix mee. Ik zet hem hier nog heel even op wandering. En... Oh, wauw. Oké, hij harvest dus wel automatisch. Behavior. Enable wandering. Oké, dus deze die harvest wel automatisch plantjes. En dat is best wel ideaal. Vooral omdat hij... Oh, echt ook alleen berries. Geen plant parts, alleen berries. Oh, dus eigenlijk moeten we dit stukje ook gewoon afzetten met wat van die palisade walls. Dan kunnen we hem op wandering zetten. Want dat is natuurlijk wel ideaal. En kijk dan ook hoe vaak hij kan harvesten vanuit één bosje. Want wij zijn, zoals jullie zien, weer low op carbohydrates. En dan moeten we weer heel veel besjes eten om dat enigszins weer omhoog te krijgen. En besjes farmen is best gewoon saai. Aangezien wij altijd besjes moeten lopen farmen. En onze farms, ik moet eerlijk zeggen, die farms dat vergaat een klein beetje te snel. Waardoor ik dus, oh mijn god, hij heeft nou al 10 met je. Oh wauw, oké, hier is hij echt goed in. Maar, nee, verkeerd. Behavior, disable wandering. Kom maar weer op mijn schouder. Dan ben jij mijn besjeskoelkast op het moment. Dat ik dus moe ben, daar heb ik dus maar even mee te leven. Want ik kan nog geen... Er is nog geen tailor hier bij mij in de truit. Denk ik in ieder geval. Of Janne moet tailor zijn. Maar geen idee. Gaan we dus even naar op zoek. En anders dan nodig ik een van jullie uit om de truit te joinen. En tailor te worden in mijn truit. Er zijn veel mensen die gevraagd hebben of ze de truit mogen joinen. Helaas zijn er nog niet erg veel die dat hebben gedaan. We zijn al, of tenminste Ancolius en Jano, die zijn helemaal aan de andere kant van de map. Daadwerkelijk echt helemaal aan de andere kant van de map. Zijn zij bezig ongeveer bij 50, 47. Zijn zij bezig met een nieuwe base. Dat wordt een heel groot dorp. Want deze cave is denk ik niet groot genoeg voor het idee wat of dat wij allemaal nog hebben hier op deze server. Die Ichthyornis die zien er ook uit alsof ze getemd zijn zo aan hun gedrag. Zal dat het geval zijn? Zijn die ook gewoon al getemd? Anders blijven ze nooit zo op één plek hangen. Ichthyornis, level 18. Oké, okay, claiming allowed. Hij overleeft het vast wel. En anders dan claimen we hem later wel. En ook dat is weer een koppeltje. Dus ik weet niet helemaal hoe dat zit met die Ichthyornis. Oh, ik denk dat we eerst nog langs het strand gaan rennen. En dat we dan bij het verbrande gebiedje wel met de boot gaan. Want de boot is gewoon super, super traag. Onze paarden zijn veel sneller. En helemaal omdat deze paarden, die hebben natuurlijk ook al die movement speed boost vanuit de imprinting. Helaas niet 100% imprinting. Daar had ik helaas geen tijd voor. Oh, je hebt nog geen level. Maar in ieder geval wel imprinting. En daardoor hebben we al 120% movement speed. Dus super, super gaaf. In ieder geval, ik ga die kant op. Dan gaan we het er weer op wagen. Dit zijn twee gebriede paarden. Ik hecht er nog geen waarde aan. Wauw, ik kan gewoon niet meer praten. Wat is dit nou weer voor ongein? Ik hoop niet dat deze dingen een nest hebben. Zijn die dingen sowieso agressief? Ook zonder dat ze een nest hebben? Oh, wauw. Dat lijkt er haast wel op. Dus laten we gauw verder rennen. Wij gaan die kant op en dan zie ik jullie daar. De reis langs het verbrande gebiedje overleefd. En hier zijn we nu. Jullie zien hier twee zebers dood liggen. Die zebers die besloten om achter mij aan te komen. Dus ik ben gauw gevlucht langs de enkelo's. Daar ligt de andere zeber dood. Ik ben gauw gevlucht langs de enkelo's. Die gingen vechten met elkaar. De enkelo's die wonnen. Want om limestone te vinden, mensen, dan moet je in een gebiedje zijn waarop dat enkelo's spawnen. En de enkelo's spawnen op deze map is niet zo heel erg rijkelijk als dat je zou verwachten. Aangezien het één grote berg is. Maar
Gelukkig wist ik nog een paar enkelo's te vinden die hier spawnen. Het enige nadeel is, ik ben natuurlijk de hele tijd dorstig. Limestone is ook erg zwaar. En ik denk dat mijn exhaustion ook niet heel erg meewerkt. Oh, ik heb 500. Oh, mijn horse heeft 500, dus zoveel weight. Ik wil eigenlijk even kijken naar mijn eigen weight. 300 weight, dus daar is ook niet echt wat in veranderd. Ik kan nog wel een klein... Wauw, 1 kilo, wat ben je mooi van zo dichtbij. Maar, goed. We hebben dus limestone hebben we al gevonden. Daar houdt het natuurlijk wel in. Voordat we er wat aan hebben, dan moeten we ook daadwerkelijk nog levend back to base komen. Dus misschien moeten we onze equest hier ook gewoon dicht bij die 1 kilo's een beetje verstoppen. Dat de kans groter is dat ze die 1 kilo's aanvallen als onze equest. Inmiddels heeft ze wel het leveltje erbij. Dat haar brengt naar 1000 stamina. En dat had hij al. Dus dat is alleen maar super goed. Ik heb zelf nog een level up. Laten we eens even kijken. Ik denk 150 HP. Dat klinkt mij wel goed. We moeten even weer een klein stukje terug. Daar had ik nog weer wat water gezien. Nee. Doe maar gewoon weg. Ja, kijk. Zo gaat het sturen een heel stuk makkelijker. Hier had ik dus nog ergens... Ah, kijk. Daar is nog water. Er zijn ook voornamelijk wat herbivoren. En dan wil ik nog even uphill gaan. Daar tussen die bomen is ook een kans voor een mesopithecus spawn. En op onze pegomestax, die we eigenlijk niet mee hadden moeten nemen natuurlijk... Hebben we nog heel wat matchberries. Dus ik denk dat ik zelfs de Pegomastics is ook hier maar even achter moet laten. En hier zie je, dit is weer een Kalimimer spawn. Hier zit dan weer tin ore. Dus het is heel afhankelijk van waar welke dino spawnt. Waar welke resource spawnt. Oké, wat is dat nou weer voor debuff? Relaxing at the pond? Oh, really? Wat doet dat dan? Dat brengt mijn exhaustion nog niet echt naar beneden. Sinds wanneer is dat een ding? Relaxing at the pond. Ja, ik vind het lekker. Ik heb er echt waar helemaal niks op tegen. Ik vind het, sterker nog, ik vind het echt heerlijk. Alleen, I don't know. Oké, relaxing at the pond is afgelopen. Ik weet niet wat het doet. Ik weet gewoon echt relaxing at the pond. Oh, ik weet echt niet wat het doet. Het is wel een super gaaf. Ik ga nog gewoon even verder met de aflevering. Die wordt alweer wat lang. Dus we zijn er zo weer. Weer, dames en heren. Ik heb een gebrek aan proteïnen en aan carbohydrates. Gelukkig heb ik een beetje bij me. Oh, crap. Dat geeft me geen carbohydrates. Oké, dat is geen enkel probleem. Ik zou de dimorphodon egg op kunnen eten wat ik bij me heb. Maar laten we dat maar niet gaan doen. Ik ben, dames en heren, daar aan de overkant. Daar ergens heb ik ook de equest verstopt. Daar ben ik begonnen. Daar ben ik mijn reis begonnen. En ik ben helemaal daar langs gekomen. Daar achterlangs. Hier langs, weer terug hierheen. En ik heb geen Mesopithecus gevonden. Wel Terrorbirds, Carnos, Sabers, alles erop en eraan. En er is ook Dimorphodons. Normaal vallen die je niet aan, maar ik kon het niet weerstaan. Ik zag een Dimorphodon eitje liggen en ik moest en zal dat eitje pakken. En dat heb ik gedaan, dus had ik problemen met Dimorphodons. En om heel eerlijk te zijn... Terrorbirds zijn echte Terrorbirds. Ik hoop eigenlijk dat ik hier ergens veilig naar beneden kom. Daar lijkt het nog niet heel erg op. Maar die Terrorbirds, die zijn even snel. Misschien wel sneller als mijn paard. Dus als ik niet een dino in de buurt heb, waar ik ze op af kan schudden. En ik heb Terrorbirds achter mij aan. Of ik ben laag stamina. Dan ga ik het verliezen. 1 punt had ik 3 Terrorbirds. En ik zat een beetje vast. En oh mijn god, wij waren ons equest en alles wat wij hebben gefarmd bijna kwijt. Gelukkig had ik maar 1 equest bij mij, anders had ik het niet kunnen redden. En wel heb ik nog 400 Titan Nina Mount mee kunnen nemen. Dus mierennest. Eigenlijk is dat gewoon... Oh, auw. Eigenlijk is dat gewoon mierennest. Maar geen Mesopithecus, en daar baal ik best wel van. Want dan hebben we dus wel een Pegomastax... Die enigszins wat voor ons kan farmen. Oeh, kunnen we hier langs nog wel weer terug eigenlijk? Want hier langs zijn we wel heen gejumpt. Kijk daar aan de andere kant. Daar loopt ook alweer een Terrorbird. Volgens mij zit er hier ook ergens een brug waar we sowieso langs kunnen. Ik heb ook een paar Terrorbirds. Die heb ik hier de afgrond in moeten lokken. Omdat ik het... Ik ging het gewoon niet redden tegen die Terrorbird. Vervolgens viel ik zelf ook die afgrond... Kijk, daar lopen ze nog. Vervolgens viel ik zelf ook die afgrond in. Maar gelukkig niet dicht bij die Terrorbirds. Maar holy damn, wat is dit angstaanjagend in deze modpack. Gelukkig heb ik alleen mijn copper tools bij me, niet mijn bronze tools, want die zijn splinter nieuw, die wil ik nog niet verliezen. Gelukkig is dat ook niet gebeurd. En ik had ook verwacht hierboven ook overal limestone tegen te komen. Dat is niet het geval. En daar baal ik best wel van. Daar zit nog een Titanomania Mount, die zouden we nog even kunnen harvesten. Ik weet het niet, kunnen we dat nog, eigenlijk kunnen we dat ook niet meer dragen. Er zitten hier 2 Titanomania Mounts, maar eigenlijk kunnen we dat niet meer dragen. Er zit daar nog wel een nest.
Misschien moeten we nog heel even ons wagen hier bij dit nest in de buurt. Maar ik vind steeds geen eitjes in die nesten. Die mallisch. Oh, dat duurt lang. Goed luisteren. Oh, ons paard wordt aangevallen. Nee! Oké, we gaan eens naar ons paard toe. Oh, het is maar een vliegende mier. Het is maar een mier. Geen probleem. Die maken we gewoon even dood met ons paard. Dan is wel jammer, want nou regent zijn stamina niet. Oké, waar is dit nest van? Oké, die staat er niet bij. Het is gewoon een dino nest. Demolish. En dan klikken. Oké. Lagen ook geen eitjes onder. Dat wil ik gewoon nog heel even checken. Want als er nou eitjes onder lagen, dan rende ik dus elke keer aan een nest langs waar wel eitjes in lagen. Maar dat ik ze gewoon niet kon zien. Gelukkig is dat niet het geval, met dames en heren. Ik denk wel dat wij... Nee! Terra Burn achter mij aan! Oké, hier is een Kelly Mimus. Daar rennen we vlak langs. Nee! Meestal redden we het met jumpen. Aangezien wilde dino niet zal jumpen, redden we vaak wel met jumpen, gauw wegjumpen. We moeten gewoon maken dat we hier wegkomen, hier uit die Terrorbird gebied. Want zoals ik zeg, ze zijn te snel voor mij. Ze zijn sneller dan mijn EQS, of in ieder geval snel genoeg om mij steeds weer damage te kunnen doen. Niet vast komen te zitten. Dus dat is extreem en extreem angstaanjagend. Level 29, veel hoger spawnen ze niet, maar we gaan haar niet meenemen. We hebben al een head, en ik weet eigenlijk nog niet zo heel goed wat of dat... Die herten voor nut hebben. Helaas geen Mesopithecus, maar hier gaan we het wel afsluiten. Dames en heren, ik wil jullie natuurlijk weer... Troodons. Troodons? Zijn er troodons? Oh, we gingen super dicht aan die aap langs. Volgens mij rennen we wel altijd sneller als troodons. Dus dat is op zich nog geen ramp. Maar we zitten wel met stamina. Onze stamina is op. Ik hoop dat er nu niks achter ons aan zit. Dames en heren, voor de het is een Pegomastax. Het is een Pegomastax. Het is nog geen ramp, maar die kunnen natuurlijk wat dingen van ons stelen wat we niet gestolen willen hebben. Dus we moeten gewoon weer verder. Onze stamina is inmiddels weer geregend. Gelukkig heeft ons paard een super stamina regen en insane veel stamina, want dat is hetgene wat ons de hele tijd redt. Oh mijn god, dames en heren. Dit is absoluut de allerlaatste keer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar een aflevering waar ik weer enorm veel van heb genoten. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Mocht dat zo zijn, vergeet niet om dat duimpje omhoog te geven. En natuurlijk, laat me even weten in de reacties wat jij graag wil zien dat wij gaan doen. Of wat jij enigszins denkt dat ik anders had moeten doen om wel te bereiken wat of dat we graag willen bereiken. Laat me dat weten, mensen. Daar leer ik altijd extreem veel van bij. En volgens mij komen wij weer in de buurt van waar we begonnen zijn. Of lopen we nou aan de verkeerde kant? Nee, we lopen aan de goede kant. Hoop ik. We gaan het zien. Ik ga de reis naar huis doen. Mocht er nog wat leuks gebeuren, zullen jullie dat zien in de volgende aflevering. In ieder geval voor nu. Tot de volgende keer. Appetje. Oh.